Mijn broer heeft ADHD. Hij is heel druk en hij moet ook pilletjes pakken, want anders is hij helemaal in de war en zo. Sommige mensen denken dat hij dom is en dat hij niks gaat kunnen. Maar ik zie in Jeff eigenlijk dat hij veel fantasie heeft en zo. Ik snap wel dat Pommelien boos is, want als mensen zeggen van ja, ze heeft dat, terwijl dat niet is, dan beschrijven ze jou eigenlijk op een andere manier en dan ben je dat eigenlijk niet meer. Zoals bij mij, ik heb dyslexie en dyscalculie en ik kan moeilijk rekenen. En als ze dat niet weten, ja, dan weten ze dat niet en dan denken ze anders over mij. Ik vind het niet goed dat tijdschriften iets een verhaal van Pommelien iets anders maken dan het zo is. Want zij vertelt iets dat zij al heel leven geheim houdt en er wordt direct misbruik van gemaakt. Dat vind ik niet goed. Mijn broer heeft ook ADHD en hij kan ook wel heel veel dingen. Want hij is heel creatief, maar echt heel creatief. Ik vind niet dat we anders moeten kijken naar Pommelien Thijs. Ook al heeft ze ADHD of ADD, ik blijf nog steeds een grote fan van haar. Ze kan nog altijd goed zingen, goed acteren. Ze blijft wie ze is. Hey, superleuk dat je deze video bekeken hebt. Als je hem leuk vond, vergeet hem dan zeker niet te liken. En abonneren mag ook altijd. We hebben natuurlijk nog veel meer video's en die check je hier.